check. Zo. Yo, kijk eens. Yo. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van... DW Fishing Team. Ah, je weet het. 14 februari, we gaan proberen om winterse karpjes te vangen. Maar we mogen niet klagen, lentese temperatuurtjes hier zo. Ja, het is heerlijk weer, 15 graden. En we gaan gewoon knallen. Doe alvast 2 duimpjes omhoog. Plaats een comment en we gaan jullie zien. Zo, goedemorgen dames en heren. Het is zondagmorgen en het is een half uurtje later dan gepland. Maar ik ga mijn eerste sessie vissen met Daniel Tiedink. Karretjes ingepakt. Nog even snel langs Jumbo wat hamburgers scoren. En we kunnen de tera. Jongens, happy days, het zonnetje vrij. Hey. Waar is je jongen, hoe is het mee? Ja, lekker. Lekker bakken koep of niet? Nee, even al mee. Ja, we gaan even de eerste winst van het jaar vangen, jongen. We gaan serieus even naar gaan vangen, jongen. Nou, dames en heren, de aasmontage is klaar. En ja, we vissen vandaag met een speciaal trucje. Daar zo achter is een van de beste stekken waar wij vroeger konden vissen. Maar deze dagen kan je dan niet meer komen omdat de landjes zijn weggesleten door het water. Dus wat ga ik doen? Ik heb een steuntje daar op het eilandje staan. Ik ga met het waterpak erheen lopen. En de rest laat ik jullie daar zo zien. Nou, aardig stukje gelopen. En we zijn aangekomen op de plaats van bestemming. Dan zie je dat het best wel aardig modder hier zo is. Het was ook wel even strijden. Ik heb hier een handje bollen. De vissen zijn los, dus we kunnen weer een beetje voeren. Niet al te veel nog. Gewoon een klein handje. Aaspresentatie ligt hier. En het wil nou net zo zijn dat achter deze blubber hier zo. En hier achter het land de harde stukken beginnen. En die hebben we in het verleden echt super veel gevangen. Dus wat gaan we nou doen? Ik gooi deze hand. Gooi ik hier zo denk 1,5 meter van het kantje af. Hoppakee, die erin. Heb ik hier een steentje staan op het land. En die hengel die ga ik nu inleggen op het voerplakkaatje. Dan gaat de lijn hier doorheen. En dan loop ik weer helemaal terug naar de stek. En dan staat hij daar op de steen. Dus op het moment dat ik hem beter heb, dan moet ik als een speer het waterpak aantrekken. Door het water heen rennen. En hier zo begint te drillen. En dan kunnen we de vis scheppen. Plan van aanpak, jongens. Nou, oké, hij ligt in. De lijn zit door het steentje heen. En nu gaan we teruglopen. Hopelijk niet in het water val met de camera. Want dan maakt Bietse me helemaal dood. Ja hoor. Ja hoor, Daniel Tiedink. Kijk, jullie zien hoe de swinger werkt. Hij kijk, schiet omhoog. Kijk hem aan. Ja, pak hem maar hoor. Ja, ja. Het is nog 's middags en hij hangt gewoon. Nou, ik denk 3 uurtjes. Ja, lekker dit, lekker. En daar ging je lekker vandoor. Happy days, het is lente. Het is lente en we gaan knallen. Deze hengel ligt even een uurtje in, hè? Ja, dat is goud. Ja, dat is lekker. Loopt er één, neem het schep net mee. Lekker man! Hij is nog vast, dames en heren. Maar hij is er los. Als het die rijden is, dan maak ik die af, hè? Hoe voelt dat nou, Daan? Eerste karper. Lekker hoor. Komt ie hoor. Nummer 1 van het jaar is binnen! Lekker. Voor die echte bakken, want je hebt er ook wel één. Dikke unit. Kijk eens! Nou, ik zal hem even laten zien, dames en heren. Kijk, Daan, vrouwelijke fans. Kom maar mee. Hey. Ik wil een plaats jongen vanavond. Niet waar. Nou. Ik ben wel blij, want het is de eerste van het jaar. Maar het is geen hele goed. Nou ja, wie het kleine niet eet. Schoot er niet uit. Schoot er niet uit, zeg. Ik zal hem wel gelijk even laten zien. Ja, wel. Okay. Dames en heren, daar is hij dan.
Kijk eens even. Wat een schatje. Hij is niet zo heel groot. Maar dat maakt niet uit. Het is de eerste van het jaar. Nou, deze gaan we natuurlijk niet wegen. Oh, even rusten. Gaan we niet wegen of meten. Hij mag gelijk weer zwemmen. We schieten even een fotootje. En dan mag hij weer terug. Happy days. Happy days, ja. Nou, onze grote vriend mag weer gaan zwemmen. Oma halen. Daar gaat hij dan. Hij mag zeker oma halen. Kijk eens, prachtig. Pure winst. Lekker man. Nou, je hebt vissers zoals ons, die lekker vissen op karpers. De nieuwe generatie loopt met touwen rond op zoek naar oud metaal. Wat vinden we ervan? Dat vecht toch niet, jongens? Daar heb je helemaal niks aan. Magneetvissen. Ja, dat moet je gewoon verbieden. Dat maakt alleen maar herrie. Alle vissen weg. Drama, drama. Vreselijk. Kijk jongens, dit is toch goud? Ik ben gewoon net een burger aan het bakken. Kom deze baas even lekker koffie brengen. Daniel, heb zijn fans meegenomen. Ja, we zijn hier met nummer 1 fan. One and put to poto, c'est celui là, je veux mon mongo. Helemaal gek huis hier. Daniel Tiedink, wat gebeurt er? Daniel Tiedink, on the cap. Nou, de hemel ging maar. Ja, hij zit er wel aan. Hij zit er nog aan, wat een feest, wat een feest. Ja, daar gaan we. Hoe laat is het? Het is 6 uur. 5 of 6. 5 of 6, kijk. Kijk, en Daniel is naast met zijn hengel aan het vissen. Ook zo aan het vissen. Wat een feest. Ja, jongens, het zonnetje gaat net onder, 6 uur. Mooi achtergrondje. Bijna tijd voor jongens. Lekker pilsje erbij. Het is toch geweldig. Zo, dan is hij er nou af? Nee, hij is wel echt fucking. Of het is wel een hele kleine, maar... Ja, het is ook geen bak. Oh ja, wat is waar? Hij komt hier op. Net onderschrijven. Oh, maar nou kut. Kom maar. Ja, ho, oh, oh. Ja, ja, ja. Nee, niet optillen, niet optillen. Oh, lekker gedaan. Kijk eens. Nou, formaatje grote, kijk eens even. Heb je deze? Even foto's schieten. En dan mogen we terug. Nog niet zijn oma, maar we komen, hè. Rustig aan. Ja, dus denk zijn vader. Ja, lijkt er wel op. Zo goed tijd voor een pulsie en een burgertje. We gaan weer verder. Nou, hij mag weer zwemmen. Kijk eens even. Lekker. Zo, Daniel zijn hengel die hij op het eiland op een steun heb gezet. Die gaat er gewoon vandoor. Wat fuck, ik moet vaker verder heen lopen, hè? Ja. Eilandje wat je daar ziet, daar gaat alleen overheen en daarachter zwemt de vis ergens. Okay. Zo, en dan gaat er nog lekker vandoor ook. Geef mij dat net. Geef een schep in. Oké. Okay. Hij was even een stukje lopen, maar het plan heeft gewerkt en vis nummer 3 zit in net weer iets groter dan de vorige. Kijk eens, we groeien. Blijven groeien hier. Nou, happy days. Ik blijf gewoon helemaal lachen hier zo. Ze worden groter en groter. Ik denk dat we over de 10 pond zijn. Ja. Dus nou kijk. Ja, als het zo dit tempo doorgaat, dan zitten we echt op 25 pond aan het eind van de sessie, toch? Ja man, bijna dubbelrun. Allebei de hengels liggen op de kant. Dus snel een foto schieten en dan kan ik nog even voor het donker is de hengels weer terugleggen. Lekker man. Lekker. Is het een zware operatie? Zo, lekker dit jongens. Visje nummer 4 en we gaan nog niet slapen. Waarom niet? Lekker. Nee, dan gaan we schuilen. Dit is wel weer de kleinste van de sessie. Single boilie, hè? Hoppakee. Dikke bak, jongen. Ah, dat mag je echt zelf doen, want ik ben schoon. Ik heb net gedoucht. Ik hou deze even vast. Hou dat je handen maar eens ruiken dan. Dat wil je niet. Hey, wat hebben we hier? Hallo. Hey, dames en heren. Ja, dit is niet normaal. Visje nummer 4, ben je jaloers? Ja, ik ben wel jaloers. Kijk. De vier dan, man. Flinke bak, ben je trots? Kijk, lekker dit. Nou, even foto's schieten. En wederom mag hij weer zwemmen. Oh. Yes. Valt bijna. Zin in. Lekker hoor. Ja, lekker toch. Duimpjes omhoog voor Daniel, die ook naast het net goed vist. Ja. Wij beschermen hier wel. Dikke bak. Nou, grap, hij maakt me dood. Kijk eens even. Strawberry crunch van Nes op de Edscope. Edscope. Lekker. Daar zijn we toch trots op, jongens. Hey, daar hou je ervan, glibberen. Dit is toch fantastisch. De eerste vis van het jaar is binnen.
is mijn grote vriend. Ja man, wat een kutbeest. Hé, wat zeggen we dan? Hoppa! Wat is er? Kijk jongens, dit is toch niet normaal? Ze moeten ze afschaffen, die brasem. Oké, okay, nou, het is ongelooflijk maar waar. 17 februari. Nog hartje winter. Met een klein beetje lente weer. En vissen nummertje 5 ligt op de kant. Dat is waar geen grote, hij is wel een beetje lang. Geen dikke pens, maar hey, ik mag niet klagen. Eerste sessie van het jaar. Handen zijn ijskoud, de karper is ijskoud. Dus hij gaat gauw weer terug, even foto's schieten. Dan gaan we lekker slapen. Nou, nummertje 5. Hij mag zwemmen. Daar gaat hij. Mazzel, pikkenbaas. 11:15 en we gaan slapen. En hij mag zijn oma halen. Goedemorgen, het zonnetje is weer opgekomen. En wat liggen jouw hengeltjes er vandaag stil bij? Niet mooi, vannacht niks meer bijgevangen. Ik heb nog steeds geen vis, Daniel 5. Maar we gaan even de hengeltjes verversen, opnieuw uitlopen, een video maken. En, Klaar is Kees, we zijn net wakker. Hengeltjes zijn alweer binnengedraaid. We gaan ze weer het water inknallen. We vissen vandaag met de strawberry crunch, nou ja, ik dan. En de citrus poppies van Nash, instant action. Instant action, is helemaal goud. Nou, je ziet hem maar weer, hè? Je ziet hem maar weer, 5 vissen gevangen. En een braas. En een braas. Dat is ook lekker. Nou, wat een feest. Ik heb mijn pakje al aan. Ik ga verlopen. En jij moet ze ook maar even binnen draaien, denk ik. Ja, zeker. Aight, lekker. Nou, dames en heren. Ik heb jullie gisteren verteld dat wij de laatste tijd aan het vissen zijn met de bait indicators T10 van New Direction Tackle. Dat zijn deze nieuwe swingertjes en ja, ze zien er een beetje gek uit. Ik heb ze ook nog niet eerder gezien, maar ik ben er zeer over te spreken. Er zit namelijk een mooi uitschrijfmechanisme in, zoals we hier kunnen zien. Zou je denken, wat heb je daaraan? Het zorgt ervoor dat de lijn continu spanning heeft. In plaats van, als je de normale swinger aan hebt hangen, dat hij in één keer op de grond komt te hangen of tegen je piep aan komt te hangen. Ik zal het even demonstreren. Op het moment dat de vis nou lijn neemt, schrijft hij uit en eigenlijk kan hij niet verder dan dit, zeg maar. Ik kan nu lijn blijven trekken, maar ik kom nooit tegen de swinger aan te staan. Dus dat is nooit gekut, voor de nummer 1. En nummer 2, op het moment dat hij terugzakt, er blijft continu spanning op het ding staan. Nou, ideaal, kind kan de was doen. Een ander bijkomend voordeel van deze swing is dat je hem niet helemaal eraf hoeft te halen, want er zit een magneet in. Dus als je op wil ruimen, kan je hem zo uittrekken en kan je naar huis gaan. Piepetje uit en dan gaan we. Hoppakee. Een bijkomend voordeel van deze swinger is dat je zelf kan bepalen wat je met je swinger doet. Dit is de normale variant en deze is met een tussenstukje. Dus stel je wil je swinger iets laag hangen omdat daar je voorkeur ligt, dan kan je gewoon een tussenstukje tussen doen. Dus ja, keuze voor iedereen en het is gewoon een top ding. Bijgeleverd in een doosie. Ja, kost niks. Hoppa. Dan vraag je misschien af, waar zijn de swingertjes van gemaakt? Ze bestaan van 100% uit carbon en uit aluminium, dus geen Chinese troepkwaliteit. En dat voor een zeer degelijke prijs van 15 euro. Gewoon te bestellen op bol.com. Ideaal. En 2 dagen later heb je ze binnen op de mat. Ideaal. Nou, de swinger wordt geleverd in een mooi stevig doosje. En naast dat de swinger erin zit en het verlengstukje, zit er ook nog een sleuteltje in. Dit is het sleuteltje. Met het sleuteltje kan je zelf bepalen hoe strak jij je swinger op je lijn wil hebben. Dus je kan hem bijvoorbeeld heel los draaien, dat je heel makkelijk je lijn uit je swinger slaat. Maar je kan hem ook wat strakker doen als je met wat dunnere lijn vist. Dan heb je natuurlijk minder wat ertussen past. Dus dan moet je hem ook wat strakker zetten. Dus het is overal over nagedacht bij deze swinger, lijkt het wel. En het kost maar 15 euro, dus ik zou zeggen, koop het gewoon. Oké, dames en heren. Wat wil je nou bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld tegen een obstakel aan het vissen bent. En je wilt dus je lijn in je swinger geklikt hebben. Dus dat die echt helemaal vast zit, nergens mee kan. Dan klik je hem verder en daaronder zit nog een houdertje en dan zit hij helemaal vast. Kan hij geen kant op. Stel je hebt een run, dan klikt hij na een tijdje uit je vaste klikker en daarna kan je hem gewoon oppakken en schiet hij los. Ideaal. Dat is helemaal gaaf. Lekker man, pak hem maar. Kijk, daar gaat hij. Zo, Daniel staat bij het eiland te drillen. Hij heeft net zijn lijn uit zijn steentje gehaald en de vis hangt er nog aan. Mooi systeem. En het levert vis op. Doe anders dan anderen. En het werkt gewoon. Hallo dames en heren, happy days. We hebben goed geslapen. En de moeite van vanochtend is toch wederom weer beloond. Het uitlopen, het verversen van alle lijnen. Kijk eens even. Met tot op heden de grootste vis van de sessie, hè? Ja,
Het is niet wat we willen dit jaar, maar... Ik schat hem 14 pointjes of zo. Mooi beestje, we gaan een foto schieten. En als jij wil, ik heb er nu 6 gevangen, mag jij mij volgende hengel wel pakken als je loopt. Ja, dat vind ik wel lief. Ja, lief hè. Vangen we toch nog beide mee. Mijn hengel, het moet gewoon gebeuren. Ja, ik hoop het wel. We gaan foto schieten en dan mag ik gaan. Lekker! Dus nou dames en heren, visje nummer 6. En nog weer terug de vrijheid in. En hij is gelijk Lucio. Lekker! Ja, mijn hengel loopt weer af. Het is niet normaal. Ik heb het je beloofd, hij is voor jou. Hij zit sowieso om de hoek vast. Zo, maar jij hebt nog haast ook, hè? Ja, ik heb helemaal geen tijd. Deze jongen moest al eigenlijk opruimen, maar hij had visie erbij. Ah, dat voelt toch lekker, hoor. Eerste van het jaar, oude strijden. Yes. Ja. Ja, dat is lekker. Lekker pik, ben je blij? Joehoe. Die was er bijna uit. Ja, dat was lekker. Eerste van het jaar, lekker. Bah. Op wie zijn hengel? Daniel Tienings hengel. Oh. Dat er maar veel mogen volgen. Hey, op de stroom ben je crunch, hè, alweer? Ja, dat zeker. Gekkes. Lekker man. Lekker, tik hem aan, neef. Lekker man. Ja hoor, daar zit hij dan. Ja, dames en heren. Het is toch nog gelukt. Op de valreep, eerste vis van het jaar. Ik ben er helemaal blij mee. Ja toch, het is weliswaar wel weer een keertje Westlandse knollenfestijn. Ja, het is het Westlandse knollenfeest, maar we zijn er toch blij mee. Ja, lekker man. IJskoude klauwen. Ja, daar doen we het voor. Lekker! Mee. Foto is geschoten, hij mag weer terug, hè? Oké. Lekker pek. Onze strijder mag weer terug. Onze krijgen. Ronnie de Riet krijgen. Ja, lekker. Lekker. Even zo tussen je beentjes door. Oeh, padda! Ja. Yo, boys! Dat was hem alweer. Lekkere sessie gedraaid. Eerste sessie van 2019 en met wat een resultaat, hè? Ja, het is goud, hoor. 7 karpertjes, hartje winter. 7 karpers. Ja, toch? Vanaf deze week, seizoen is afgetrapt. Elke dinsdag een nieuwe video. Al halen we voor het einde van het jaar. Mag jij vertellen? Ja, dan gaat iets gebeuren met wat op ons hoofd zit. Dan gaan we kaal. Al halen 20.000 abonnees. Voor 2020. Alle 3K. Dus laat je moeder abonneren. Je oma. Je buurman. Je hondje. Iedereen. Ja, laat ze allemaal abonneren. Ik zou zeggen duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Laters. En laat.